Naar de Wasstraat. Die staan er al een kwartiertje. Ja, die staan hier nou te overleggen wat ze gaan doen. Dat ding werkt niet meer. Het is wel heel erg interessant om dat te zien. Zeg, zonder dat jullie dat weer missen. Welkom. Ik had gisteren een heel interessante discussie over micropayments. Oh? En wat ik zou willen op een bepaalde site, is een site die gaat over schilderijen. En daar wordt redelijk wat informatie gegeven over zo'n schilderij. Je kan er goed naar kijken. Je kan hem groot bekijken. Ja. Maar wat ik zou willen is bepaald, is die content, de basiscontent is gewoon goed. Maar ja, ik zou willen dat je kunt betalen voor kleine onderdeeltjes van de site. Dus dat je, nou ja, wat bijvoorbeeld voor premium content. Ja, dat je, er is bijvoorbeeld een brief geschreven over dat schilderij. Ja. En of nee, er is een boek ja, over de schilder. En een hoofdstuk uit dat boek gaat over dat schilderij waarnaar je kijkt. En dat je dan niet het hele boek moet kopen, maar dat je het hoofdstuk kunt kopen voor pak een beet 1 euro, 2 euro. Dus echt gewoon kleine bedragen. Handig. En dat je dus gewoon niet het hele ding hoeft te kopen, niet iets fysieks hoeft te kopen. En ik had dat, daarover was ik aan het praten met mijn vrouw. En zij zei, ja, maar dat ga ik toch niet op een website doen. Dan moet je een app van maken. Oh, waarom dan? En dat vond ik echt zoiets, dat vroeg ik dus ook. Van, waarom dan? Ja. Waarom zou je, ja, dat is veel te ingewikkeld op een website. Want, en dus wat het idee is, is dat het, de reden dus waarom micropayments niet zouden werken op een website, is dat het te ingewikkeld is. Dus op een iPhone-app, daar worden payments, betalingen, die gebeuren vanuit de app zelf. En dat gaat via iTunes. Dus die regelt dat. Je hoeft maar op één knopje te drukken. Dat is alleen de iPhone, hè? Dus, is dat, of is dat ook op Android? Android weet ik niet hoe dat zit, eerlijk gezegd. Maar dat zou best kunnen. Ja. Dus die payment, of ja, betalen is gewoon makkelijk. Van zo'n klein betalingetje doen, dat is zo gebeurd. En dan hebben we het over wat, 2 euro of zo, 4 euro of zoiets? Ja, zoiets. Maar ja, je zou ook 10 kunnen vragen. Mm. Maar het gaat mij om kleine bedragjes. Dat je, weet je, als iets 10 euro kost, dan doe je het minder snel dan als het 50 cent kost. Ja. Dus ik denk dat als dingen 1 euro kosten, dat meer mensen zullen gaan betalen. Ja. Dat is een idee. En je moet natuurlijk ook in proportie zien van wat is iets waard. Dat is eigenlijk raar dat het, dat van, nee, ik bedoel, het hele internet is toch een beetje gebaseerd, is deels gebaseerd uit een soort van ideologie, hè, open informatie, bla bla bla. Maar ja, uiteindelijk wordt het door iemand betaald, wordt het ook door grote commerciële bedrijven betaald. En je zou zeggen dat het betalen van diensten en content, dat dat dan toch wel wat makkelijker gemaakt zou worden. Ja, maar dat is in browsers of zo, met plugins. Of maar daar zit dus echt het probleem van wat opgelost moet worden. Dat is, betalen is te complex. Ja. We hebben in Nederland Ideal en dat is hartstikke leuk. Maar dat is niet leuk als ik niet thuis ben. Nee, en dan als ik op mijn werk ben, kan ik kan niks kopen met Ideal als ik niet thuis ben. En ik ben het grootste deel van mijn wakkere leven ben ik niet thuis. Ja, precies, ja. Dat is gewoon zo. Dat overkomt mij ook vaak. Je werkt overdag en je, je bent of je bent onderweg. Ja. En 's avonds. Maar wat zou dan idealiter zijn? Zoals een, nou ja, bijvoorbeeld, kijk, PayPal doet het aardig. Ik kan via mijn mobiel, heb ik in 3 stappen, heb ik iets gekocht. Ja. Dus ik zie iets, ik vind dat leuk. Zeg ik van, koop maar. Mm-hmm. En, maar je zou daar inderdaad een soort van browser plugin voor willen of iets wat in je besturingssysteem zit. Dat je gewoon kunt zeggen van, dit ben ik. Hier zitten mijn betaalgegevens, zitten hier aangesloten. Ja, zoals een aantal van onze klanten apps hebben om bankzaken te regelen. Ja. En gewoon van tevoren instelt van, nou, met deze code kan je
tot op een bepaald niveau kan je leuke transacties uitvoeren. Ja. En dan ben je binnen 2 stappen ben je klaar. Ja, het zou echt heel, heel handig zijn. Ja. Als je dus hetzelfde als wat je hebt in een iPhone-app, dat je vanuit de app dingen kunt kopen. Dat je zegt van ik wil nu de nieuwe Vrij Nederland kopen. Je drukt op een knop. Je hoeft alleen nog maar 1 keertje, wil je het echt in te drukken. En dan ben je klaar. En dan wordt het gedownload. Dat zou op. En dan betaal je een x-bedragje. Dat zou moeten gebeuren voor. Ja, en dat. Juist die micropayments, dat zijn de dingen waar ook een heleboel content creators van leven. De donatieknop voor mensen die. Bijvoorbeeld open source content maken. Ja. Waarmee je de rekening kan betalen. Of misschien een deel van je hosting kan betalen. Ja. En zo'n donatieknop zou beter werken als het makkelijker was. Ja, zeker ja. Dan zou er veel meer verdiend mee worden. Ja. Ik hoorde laatst van een heel leuk klein bedrijfje wat in San Francisco fysieke betalingen afhandelt. Ja. Ik bedoel, daar heb je ook met kaartjes. Je moet met kaarten klooien, met intypen, et cetera. Ja. Maar wat zij doen is, je hebt een app en je zegt van, hé, ik ga straks, die app die reageert op je coördinaten. En dus als je in de buurt bent van een winkel en je zegt van, hallo, ik ben Peet en ik wil dat kopje koffie wil ik graag hebben. Ja. Dan wordt het automatisch via die app geregeld. Dus je hoeft die telefoon niet uit je broekzak te halen, puur omdat jij op die locatie bent. Ja, ja. En je hebt gezegd van, ik ben Peet. En zij zien dan van, oh inderdaad, er is een Peet op deze locatie. Autoriseer je zeg maar de betaling. Dat is heel erg grappig. En dat gaat, ik neem aan dat dat gewoon netjes geregeld wordt. Dat je dat met GPS gaat of zo. Dat het met bepaalde nauwkeurigheid gaat. Maar, ja, hè, want het, ik heb dat wel uiteindelijk gezien, ja. Die betalingen, dat is, het is een kwestie van vertrouwen. Ja. En dat vertrouwen, dat is voor consumenten om weg te geven. Ja. Zo van, nou, ik vertrouw deze manier van betalen. Of het risico is zo klein dat ik hier, weet je wat, honderden euro's aan kwijt ben. En zoiets zou je eigenlijk ook, daar gaat het micropayments gebeuren natuurlijk ook over. Omdat het kleine betalingen zijn, zou je ook iets minder moeilijk moeten maken. Dus minder klooien met passen en codes en sms'en en dat soort zaken. Ja. Ja, dat klopt. Nou ja, hoewel sms zou op zich nog best een optie kunnen zijn. Ja, dat je gewoon hele dure sms'en laat afrekenen. Ja. Ja. Of afrekent met sms'en. Er staat een auto op de... Ja, een mooie auto ook. Ja. Plymouth. Op een woonboot. Raar. Het is een nieuwe route. Ja, ik heb nog nooit hier gereden. Ik ben heel benieuwd. Ik ook. Maar micropayments lijkt me wel. Dat lijkt me ook een soort van. Als dat goed geregeld is, dan komt er ook een wereld open van mensen, content creators, die zeggen van, ik vind het safe genoeg, of ik denk dat dit genoeg oplevert voor mij om ook een goede boterham te verdienen. Ja. Dus niet meer geklooid met winkeltjes of zo. Nee hoor, het is gewoon mensen. Hé, hey, dit artikel waardeer ik. Funk. Ja. 1 keer op de knop drukken en je bent klaar. Precies. En ik doe dat ook. Toevallig, ik wilde het daar eigenlijk pas in de Wasstraat over hebben. Maar professor Klik. Dat is degene die de muziekjes heeft gemaakt. Die onder de buitenfilmpjes van de Wasstraat meespeelt. Ja. Die betaal ik ook. Dus elke keer als ik hem gebruik, dan storten we daar een paar euro naar. Oké. Okay. En het is in principe, het is open source muziek. Dus Creative Commons. Kijk. Non-commercial. Dus, maar ik vind het, ja, ik bedoel, het is gewoon kikken muziek. Dus. Geen idee waar ik ben. Ik ga even keren. Gaaf. Garagebedrijf, denk ik. Nog even mee, wat leuk. Anyway, maar ik had ook nog iets voor mezelf genoteerd als onderwerpje. En dat is metadata. Ja. En het houdt een beetje verband met
hoe wij omgaan met... oh ja, nu rij je goed in de gaten. Ja, dan kijk, dan kan je er daaronder door. En, ja, nee, dit komt goed. Want metadata... Ik hoor daar de laatste tijd hoor ik daar heel weinig van. En misschien dat jij als frontend ontwikkelaar daar misschien ook wat meer over kan vertellen. Want wat vroeger heel vaak werd gedaan door bibliothecarissen en mensen die echte grote longform content op websites zetten. Ja. Die voorzien het verhaal met de titel, et cetera. Maar ook met een heleboel metadata, zeg maar. Ja. Wie is de auteur? Wanneer is het geschreven? Welke onderwerpen worden aangestipt? Wat voor vorm is er voor gekozen? Zodat ze later dat stuk content ook terug kunnen vinden. Of dat wij als consument die informatie terug kunnen vinden. Ja. Maar dat zie ik, de laatste tijd zie ik dat heel weinig meer gebeuren. Het is een beetje weer terug naar het Wilde Westen. Nou, ik vraag me af of er iets is wat die plaats in heeft genomen. Ja, er wordt wel flink wat gedaan met de metadata. Ja. Je had natuurlijk altijd microformats. Ja. Dat was een slimme manier om bestaande webstandaarden te misbruiken om er meer betekenis aan content te kunnen geven. Dus dan had je bijvoorbeeld classnames werden gebruikt om een bepaald type content aan te geven, ja. Zoals een visitekaartje. Een adresgegevens van iemand. Ja, ja. Het rel-attribuut, daar zijn allemaal waardes aan gegeven die er eerst nog niet waren. Dus die geven betekenis aan de links die je naar andere websites of webpagina's zet. Dat is het rel-attribuut, maar ook bijvoorbeeld dus het gewone... stukjes content op de site kan je met microformats kan je die meer betekenis geven. En heel veel zoekmachines en andere machines die doen daar wat mee. Okay. Punt is alleen, het is een hack. Dus het is niet gestandardiseerd. Het is op zich wel gestandardiseerd. Het is heel erg goed, op een goede manier is het opgezet. Mm-hmm. Punt is alleen dat het echt wel een hack is. Dus er zijn andere dingen mee. Nu is in de HTML5 spec staat nu microdata, dus dat is echt microdata. Oké. Okay. Dus dan is het gespecificeerd. Ja. En Google en nog wat zoekmachines kwamen nu laatst met, hoe heet dat nou ook alweer? Nou, in ieder geval die hebben een hele site, schema.org. Oké. Okay. Waarin ze dus verschillende veel voorkomende stukken content op een standaard wijze hebben gezegd hoe je dat moet vormgeven, zodat zoekmachines er meer mee kunnen. Oké. Okay. Dat is heel erg... En dan krijgt dus iets als een simpel visitekaartje met een naam, een adres en een telefoonnummer en een e-mailadres, dat wordt zo'n labcode. Dat is ongelooflijk. Dus misschien een beetje overkill. Ja. Ik zet gelijk even de camera recht, sorry, want die valt er een beetje af. Oké. Okay. En dan ga ik ook even naar buiten, want ik moet de camera er weer afhalen. Ja. Sorry jongens. De buitencamera. De buitencamera inderdaad, sorry. Of zal ik hem hier losmaken? Ja, dat doe ik. Blijven staan. Dat gaat niet gebeuren. Je gaat het plafond zien. Ook mooi. Waarom doe ik dit? Had jij trouwens nog feedbacks gekregen van de kijkers? Nee. Want ik heb er eentje gekregen. Toevallig, want het is het nieuwe jaar. Ik heb nog even gekeken naar de statistieken. En er is één ding wat heel erg opviel. We worden enorm bekeken. Er zijn een heleboel mensen die ook echt op de startknop drukken. Dus welkom. Er zijn niet heel erg veel mensen die de eindfinish halen. Ja. Hey, daar hadden we het vorige keer over. Dat we de blauwe M&M eens neer moesten zetten. Ja.
En daar, ja, het blijkt dus dat een heleboel mensen ook op zoek zijn naar deze content, maar dan in een andere vorm. En daar heb ik ook over nagedacht van ja, of we dat sowieso zouden willen. Nou ja, wat we zouden kunnen doen is als we echt duidelijke onderwerpen hebben. En zoals nu is het gaat het redelijk wel één onderwerp en dan komt de volgende. Ja. Is dat je dat kan opknippen. Ja, precies. Kijk, ja. Ik zou het zelf niet doen, maar ik ga er eigenlijk ook niet over, want ik ben daar te lui voor. En ik vind dat te veel werk. En als iemand anders dat zou willen doen, prima. Dus dit is het verzoek aan jullie. Ja, of aan Peet. Video. Oh ja. Yeah. Want ik ben iets minder lui. Nee, dat is niet waar. Hoor, dat hebben we maar, ik heb die behoefte om het op te... Ik vind het, ja... Ik zelf kijk namelijk helemaal nooit filmpjes. Dus dat is helemaal grappig. Ik zou nooit naar de wasstraat kijken. Cool. Het is gewoon totaal niet mijn medium. Nee. Ja, en ik... En dat is eigenlijk ook de reden waarom we het ook als audio aanbieden. Is omdat dat is eigenlijk het ideale... De ideale vorm. Ja. Ik moet natuurlijk wel mezelf aansluiten, want anders hoort het niemand meer. Kut. Ben je nou gewoon niet te verstaan? Nee, ik ben wel te verstaan. Ik pak wel een stukje van de camera. Maar dat het, ja. Dus we begrijpen die behoefte dat mensen het liever wat losse video's willen zien. Maar ik denk eerlijk gezegd, ik vind het gesprek veel meer waardevol. En ik wil dat ook bewaren. Als we alles heel erg segmenteren, dan is het enthousiasme en dan moeten we veel meer voorbereiden ook. Nee, maar goed, ik zou dan niet voorbereiden. Nee. Je zou wel kunnen zeggen, we knippen het in stukjes. Ja. Hapklare brokjes. Dus stel dat we vandaag over 5 dingen praten, dat er 5 kleine filmpjes online komen. Dat kan wel natuurlijk. Ja. Maar dan moeten we wel gaan nadenken over... dan moeten we het introduceren. Ja. Hey, goedemorgen. Ik wou het Polish pakket, alsjeblieft. Dat gaan we doen. 13,50, alsjeblieft. Dankjewel. Alsjeblieft. 1,50. Oh. Godverdorie. Maakt niet uit. Komt alweer tevoorschijn. Okay. Hey. Alsjeblieft. Nee, fijne dag, hè. Raam dicht. Dat is inderdaad handig. En nu zijn we echt in de wasstraat. Het is lekker druk vandaag. Ontzettend druk. Vrijdag. Ja? Ja. Ik denk dat het zonnetje het is. Gisteren was het natuurlijk echt takkenweer. Dus iedereen denkt dat het zonde is om de wasstraat in te gaan. Want ja, hij is toch al nat. Ja, hij is ook schoongespoeld gisteren. Oh ja. Deze auto is niet vies meer. Maar... Dat is wel lastig inderdaad. Maar kortere content aanbieden. Ik denk inderdaad wel dat invloed zou hebben op de hoeveelheid... content die bekeken wordt. Ja. Ik denk dat meer mensen... Microformats moeten we gaan. Ja, microfilmpjes. Microfilmpjes, ja. Want mensen gaan dan namelijk... zullen wellicht ook eerder naar linken. Oh, kijk, dit korte filmpje is even. Ja, in plaats van, kijk, dit hele filmpje van twee... middle-aged mannen in een auto... Die over nerd dingen praten. Die pas telkens na de wasstraat wordt het echt interessant. Die noem maar wat. Ik zit altijd te kijken wat nou het meest kabaal maakt in deze straat. Zodat ik kan wachten, oh, dit is het. Ja. Of niet? Op het dak. Ja. Ja. Dat gaat er hard aan toe. Die, oh ja, deze. Ja.
nu zitten we vast. Ja. Dus. Ja, ik zei dus tegen die. Nou, daar gaan we al. Wat een ding is het toch? Godverdorie. Ja. Ik heb een tijdje heb ik gewerkt voor zo'n. Ja, voor zo'n engineer die dit soort machines verzint. Gaaf. Ja, dat is echt een baan al die gast, joh. Dat deed hij allemaal in zijn eentje. Ja. Dus die zit zo van... Oh, dan ga ik nu een zwabber verzinnen. Ja, ja, die kan dat wel man, man. Ja. Het leuke was, ene moment was hij bezig met wasmachine, wasstraten. Ja. En de andere dag was hij bezig met pindakaasfabrieken. Ja, 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 ja. Dat is heel erg raar. Dat wel heel tof. Het is blijkbaar allemaal hetzelfde. Ja. Eén pot nat. Ja, is natuurlijk ook allemaal hetzelfde. Ja, duidelijke overeenkomsten tussen pindakaas en lastraad. Nou ja, goed. Als het een lopende band is, dan... True, true. Maar wel tof. Net als ik zou ook wel eens stoplichten intervalontwerper willen zijn. En oh ja. Daar werken mensen die het niet snappen. Ja, het is een vak. Ik heb het... Ja, maar... of het moet expres niet werken. Dat zou ook nog kunnen. Ja, dat vermoed ik. En dat... maar... Ja. Maar dat kan slimmer. Maar zo werken natuurlijk op... Elk vakgebied heb je ook middelmatige mensen werken natuurlijk. Jazeker. Ja, en ik denk ook... Dat psychologie in dat, juist in dat vak ook een hele belangrijke rol speelt. Zeg maar, wat nou als het 5 seconden korter op rood laten staan? Nou, maar bijvoorbeeld die aftellertjes bij fiets. Oh, briljant. Die werken zo ontzettend goed. Ja, heel erg relaxed. Ik wacht voor rood als ik zie dat het nog maar 10 seconden hoeft te duren of 20. Maar bij het Vondelpark hebben ze ook zo'n ding wat rondgaat, alsof een klokje. En die heb ik regelmatig betrapt dat die gewoon... Net als de Windows installatie voortgangsbalkjes. Ja. Dat die zeg maar zegt van, nog 5 minuten, nog 3 minuten. Oh, dat die een beetje camera. Willekeurig is. En dat het 3 minuten lang 3 minuten duurt. Ja, ja, ja. Ja, ja. Nou, parkeer hem ergens. Ja, zet hem daar maar neer, hè. Wat zit die nou weer te doen? Ja, die wil een plekje hebben. Ik denk van, ik ga op die plek van die mooie... Citroën staan. Oh ja. Oh nee, toch niet. Zal ik hem hier even neerzetten, dat we even de camera en zo... Even recht zetten. Ja. Ontkoppel ik mezelf weer. Niet vergeten er weer aan te zetten. Doe maar. Bezigheid, jongens. Tja. Waar zit hij? Ben ik te verstaan? Ben ik te verstaan? Bijna. Bingo. Zo. Zo. En maken we nog geluid? Ja. Zeker wel. Mooi. Oh, de ster. Oh, jongens. Ach. Zetten we die straks recht. Ja. Hij is nu wel aerodynamischer, denk ik. Maar de reden dat ik dat vraag van die metadata, ja. Is dat dat zou in principe zou dat ook het vindbaarheid van goede content ook makkelijker moeten maken. Ja. Maar
Ja, ik vraag me af of dat ook echt zo is. Een hele, ja. Online misschien niet, want, maar in eigen zoekomgevingen wellicht wel. Dus ik ben wel altijd ervoor om content goed te taggen, goed te categoriseren, om te relateren aan andere content. Mm-hmm. En of je dat dan ook nog op je site doet, dat kan je achteraf bepalen. Maar als het maar in het content management systeem zit en als het ook maar gebruikt wordt, dan kan je altijd ervoor zorgen dat je content goed vindbaar is. Ja. Dus ja. Ja, ik hoorde daar laatst ook nog iets over. Want en als je dat dan doet, dan kan je het best kiezen voor een gangbare standaard zoals microformats of... Ja. En je hebt natuurlijk ook RDFA. Maar dat snap ik niet. Dat is veel te complex. Dus iets met XML. En, ja, dat is meer uit de bibliotheek hoeken, geloof ik, hè? Ja. En dat wordt ook wel heel veel gebruikt, maar ik vind het complex. Ik snap het gewoon niet. Oké. Maar dat is gebruik je dat op websites of ook op intranet? Ja, het wordt ook wel voor content wordt het, ja. Oké. Ja, ik vind het, zeg maar, vanuit mijn achtergrond als ontwikkelaar vroeger, vond ik het ook, ik vind het heel erg interessant. Ik ben een soort van contentmaker in het lichaam van een bibliothecaris, zeg maar. Weet je, ik vind het terugvinden van content, daar ben ik eigenlijk constant mee bezig. Toevallig mijn hele kerstvakantie heb ik oude content gekeken. Ik heb alleen maar Columbo gekeken. Oké. Die hele oude serie uit de jaren 80. 80, 90 zoiets. Ja. Ja, dat is prachtig. Ik vind het vooral gaaf dat je dat soort dingen kan terugvinden. Maar om nou te zeggen, zo van, nou, daar zat echt een heel erg groot plan achter of iets dergelijks. Zo van, nou ja, we hebben nu met terugwerkende kracht hebben we alle content uit het verleden hebben we ook weer beschikbaar gesteld. Dat was het niet. Helaas. Nee. Enthousiastelingen die het gewoon maar ergens neergekwakt hadden. Maar hoorde ik nou dat jij een seminar ging geven? Een webinar. Een webinar? Ja. Oh, wat is dat dan? Dat is volgens mij dat ik tegen mijn computer praat en dat mensen kunnen zien wat ik op mijn computer doe. Oh, oké, een soort van... Dus ik hou een presentatie over een onderwerp en mensen kunnen zien wat ik dan op dat moment met mijn computer doe. Oh cool, dat is zeker handig. En ik hoop dat het ook daadwerkelijk mijn computer is wat ze kunnen zien en niet alleen mijn... Je gezicht? niet alleen PowerPoints bijvoorbeeld, want ik doe nooit wat met PowerPoint. Dus ik hoop wel dat ik gewoon de webpagina's kan laten zien die ik wil laten zien. Ja, dat is wel gaaf. Ik vind dat wel een gaaf format. Ik zie dat steeds vaker. Mensen die, zeker mensen die een unieke eigenschap hebben, dus kennis hebben of iets heel erg goed kunnen, dat ze dat op die manier ook leren aan andere mensen in de wereld gewoon. Zonder dat ze daar helemaal naartoe hoeven te gaan, hebben ze dan gewoon, weet ik wat... Hebben ze 's avonds een webinar naar een werk, doen ze dat? Of tijdens het werk? Ja, maar een webinar is live. En je kan ook, hoe heet dat, tutorials, uitleg, video maken van je scherm en dat dan posten. Ja, een soort van screencast. Ja, maar concept. Het idee van een webinar is dat het live is. Oké. En dat wordt natuurlijk ook en dat je dus ook, dat de mensen die... naar de live uitzending kijken, dat die ook op de een of andere manier vragen kunnen stellen. Oh, dat is wel tof. Ja. Dus ik ben wel benieuwd. Het lijkt me leuk om te doen. Ja. En het gaat over responsive design. Dat weet ik wel. En dus over dat content zich zou moeten aanpassen aan het medium waarmee er gekeken wordt. Ja. Ja, dat is moeilijk is dat, hè? Nog steeds. Valt mee, maar het is vanuit design oogpunt is moeilijk, want het is een andere manier van denken dan papier. Ja. Dus technisch is het heel simpel, uh-huh. Maar er wordt vanuit
design wordt er op het web en ook op mobiel wordt voor vaste formaten ontwikkeld, ontworpen. Oh, ja. En dat zou natuurlijk niet hoeven. Als je dat met design en met techniek doet, zou je toch ook zeggen dat je je content moet gaan aanpassen. Dus als je tekst schrijft voor mobiel, dat iets anders is dan tekst voor grote websites. Is wel wat er vaak gedacht wordt. Hè? Dat mensen zeggen van ja, maar op een mobiel wil je dit niet. Ja. Ik geloof daar zelf niet zo in. Ik geloof wel dat je bepaalde content wellicht niet direct in beeld wil hebben op mobiel. Ja. He, dus de hiërarchie van de content is belangrijker op een mobieltje. Ja, ja. Dan op een, omdat je kan op een desktop site kan je natuurlijk meer dingen tegelijk zien. Ja, je kan foto's naast de tekst zetten. Precies, dingen naast elkaar zetten. En op een mobiel kan je dingen alleen maar onder elkaar zetten. Ja. Dus de hiërarchie wordt veel belangrijker. Dus als dingen, bijvoorbeeld zoiets als een hoofdnavigatie, mm-hmm. die kan je gewoon over de hele breedte van een site tonen op een desktop. Maar die wil je niet als lijstje onder elkaar tonen op een mobieltje. Want dan neemt hij alle initiële content, alle initiële ruimte neemt hij dan in beslag. Ja. Dus dat wil je inklappen. Dus je kan wel dingen tijdelijk verbergen, mm-hmm. tijdelijk onzichtbaar maken en dan uit laten klappen. Dus dat er een actie nodig is om het te tonen. On-demand. Ja, maar dat zou altijd secundaire content zijn. Primaire content is wat mij betreft gewoon altijd hetzelfde. Ja, dus als je meer details wil weten, dan kan je dat ergens... Dan kan je dat bij wijze van spreken helemaal onderaan het verhaal. Of dan kan je op een goede plek zetten waar je... Zolang het maar toegankelijk is. En dat is het punt wat je ziet bij heel veel mobiele websites. Mm-hmm. Dus echt specifiek mobiele websites. Dat is dat ze andere content aanbieden op mobiel dan op de desktop. En wat het probleem daarmee is dat ik weet niet meer welke... Wat voor apparaat ik heb gebruikt als ik een site heb bezocht, weet ik gewoon niet. Nee, precies. Dus ik gebruik en mijn mobiel en ik gebruik meerdere soorten tablets. Zeker als ik op mijn werk ben, zit ik op van alles te testen. Ja. En desktop computers. Ik gebruik al die dingen door elkaar. Dus ik wil ook dat als ik ergens ben geweest op een site en ik ga ergens anders verder, dat ik gewoon verder kan met diezelfde content. Ja, precies, ja. En als het verschillende content is, of dat als ik zeg van oh, dit is een toffe pagina en dat link ik dan via Twitter, mm-hmm. dan krijg ik een reactie van iemand op een mobiel die zegt van hoe bedoel je? Ja, ik zie helemaal niks. Ja, of het is met Flash. Of ik kom op de homepage terecht of zoiets. Ja, ik krijg andere content te zien. Oh, de homepage redirect, die zag ik laatst weer eens. Oh, daar heb ik zo, zeg maar, mensen webbouwers. Nooit. Maar dan ook nooit. Maar de homepage redirect doen. Maar dat is het grote probleem als je aparte websites gaat maken. Dan heb je dus een probleem gecreëerd. Namelijk, je hebt twee URL's voor dezelfde content. En je moet dus die URL's moet je met elkaar in verband brengen. Dat is echt ontzettend complex. Dat is helemaal niet makkelijk om te doen. Nee, inderdaad. Ja. En dat is met apps wordt dat waarschijnlijk ook nog wel moeilijk. Want steeds meer mensen die maken apps om hele kernachtige, contextgevoelige content aan te bieden. Ja. Maar ja, die zijn of helemaal niet terug te vinden op het internet. Nee. Nee, apps moet je Maar dus je kan ze in elk geval niet linken. Je kan niet, uit de meeste apps, tenminste dat ik weet, kan je niet eens knippen en plakken. Nou, daar zijn natuurlijk wel ideeën voor. En je kan, als je een app nou baseert op een webapp. Dus de content van de app is eigenlijk een webpagina. Ja. Dan kan je daar wel naar linken. En dat is het meestal toch al stiekem, hè? Stiekem wel. Maar als je dat dus ook nog echt gewoon hosten doet en een URL geeft, dan kan je er naar linken. Ja. En dan kunnen dus andere mensen kunnen die app zien. En als je die app dan ook nog eens responsive maakt, dus zorg dat die zich aanpast aan hetgene waarmee men kijkt. Nou, wauw. Dan heb je iets
heel interessant. Ja, dus wat je zegt is dat je dat diezelfde app bij wijze van spreken ook te zien is in je normale browser? Ja. Ja, dat is wel stoer. Ja. Want op die manier kan je inderdaad ook veel makkelijker schakelen met ja, wat je net ook zei. Dat je bij wijze van spreken in de trein een boekje zit te lezen of een artikel zit te lezen. En dat je op de manier waarop dat in de trein het makkelijkst is. En dat je daar verder mee kan gaan als je op je kantoor aankomt. Ja. Ja. En dan heb je het meestal niet echt over artikelen, maar over weet ik wat, contextgevoelige dingen. QR-codes bijvoorbeeld. Ja, dat QR-codes is een onzin. Echt, jij bent geen gelover in QR-codes. Dat net verbaast zoals, me niks. Net zoals alle mensen. Ik bedoel, marketeers vinden het super, maar ja, mensen, die hebben daar helemaal niks mee. Nee, ik ken geen enkel mens die ooit een QR-code heeft gebruikt. Nou, dan er zit er één naast je, maar... Ja, maar... Jij bent ook een online mediafiguur. Ja, nee, ja, het is met give it up aan mensen. Oh, dankjewel. Ja. Nou, er is wel... gisteren zag ik een fantastisch voorbeeld. Stel je voor, een abri. Gewoon een abri van de metro. Ja. Of van de tram. En daar had je een enorme poster en er was een mooie grote kreet, et cetera. En helemaal onderaan, zeg maar op enkelhoogte, ja, was een heel klein blokje, de grootte van mijn hand. Ja, raad eens wat ik niet ga doen. Helemaal door mijn knieën gaan en mijn camera, want dat is echt een veel te klein blokje. Dus er zijn mensen die snappen het QR-code gebeuren ook nog niet echt. Dus ja, en de QR-code leidt meestal naar een desktop-website. Ook dan, ja, dat is inderdaad ook nog heel praktisch en handig gedaan. Eventjes een verkeersovertredingtje. Ach. Klein beetje door rood. Zo. Goeie zon vandaag. Maar even QR-codes vind ik nog wel fijn hoor. Het is eigenlijk even snel een aantekening maken zonder dingen echt in te typen. Ja. En, maar dat kan zeker makkelijker. Ik merk dat eigenlijk zou het ingebouwd moeten zijn in de camera-app van je mobiele applicatie. Of van je mobiel. Dus ja, maar dat je gewoon ergens op kan mikken en dat het vanzelf herkent. Ja, maar dat gaat dus niet. Een van de redenen waarom het niet groot gaat worden is omdat camerafabrikanten daar ook blijkbaar niet zo erg in geloven. Ik nee, geloof inderdaad er niet in. Ik heb er helemaal niks mee. Nee. Nou ja, het moet misschien veel makkelijker gemaakt worden of wat ook. Ik begrijp de behoefte van mensen om te zeggen van oké, je bent in de context van buiten of gewoon ergens en je wilt graag meer informatie hebben over iets of je wil iets onthouden of wat ook. Misschien is het inderdaad dat ik gewoon nog nooit een voorbeeld heb gezien waarvan ik dacht van wauw, zeg, wat een goed idee. Nee, inderdaad. Ja. Heb ik gewoon nog niet gezien. Het is nu vooral een stijldingetje. Zo van oké, we hebben de QR-code hebben erop staan, check. Ja. We hebben de URL eronder staan, we hebben onze Twitter-icoontjes erbij gejetst. Maar ik vind ze ook ontzettend lelijk. Ja. Het is gewoon een lelijk zwart-wit blokje. Ja. En daar heeft Microsoft is nu geloof ik wel bezig met een QR-code die je helemaal met kleur kan vormgeven. Oh, dat is wel heel erg fijn. Dus dat wordt meer geïntegreerd in de visual. In de foto. Of je de kan er dan ook van maken, ja. Ja, ja, ja. Ik weet dat ze toevallig onze... zijn dat nou onze bovenburen die iets met Bluetooth deden? Bluetooth marketing. Ja. Ja, nee, ja, nee, je moet niet... Nou, goed, wereldwijd succes. Ja. What the fuck? Nou ja, goed, ze waren als eerste, hè. Ja. Dus innovators, die falen ook af en toe. Maar het grappige vond ik daarvan was, ja, je ziet geen fysieke hoedanigheid ervan. En dat is wat je met QR-codes natuurlijk wel ziet. Want ja, dat is een enorme pukkel op zo'n poster of wat ook. Ja. Dus dan weet je zo van, daar is informatie te halen. Ja. En dat was met die Bluetooth was dat helemaal niet zo. Want ja, je loopt ergens. En wanneer weet je dat er... Is het ook wat te meten of iemand ooit geïnteracteerd heeft met... Of hij dat ooit gezien heeft. Ja.
is de failure rate is die te meten. Ja, zeg maar, niet alleen... Ik bedoel, de success rate is waarschijnlijk wel te meten van... ja, iemand heeft ernaar gekeken. Ja. Of iemand heeft actie ondernomen op ons ding. Mm-hmm. Maar... ja, of het te meten is... dat mensen het wel gezien hebben, maar er niks mee gedaan hebben. Dat is toch ook heel erg interessant. Ja. Ja, nou, dat is hetzelfde als banner. Met banners heb je dat ook. Ja. Dan wil je dat ook heel graag weten. Of met links naar artikelen, et cetera. Ik bedoel, wij doen dat ook met onze content. Ja. Maar het verrijken van het echte leven, dat vind ik nog steeds wel heel erg relaxed. En steeds meer van onze collega's, die zijn daar ook mee bezig. Zo van, oké, je loopt ergens rond en hoe kan je daar nou iets extra's aan toevoegen? Ja. Of hoe kan je ervoor zorgen dat mensen later naar je website gaan op basis van wat ze op straat hebben gezien? Dus, maar dat is... We hadden het vorige keer hadden we het nog even over generated content. Ja. Ik wil het over een ander soort generated content hebben en dat is kritiek. Oh. Wat je veel ziet op het web, in ieder geval in mijn vakgebied, ja, is dat mensen schrijven artikelen, ja, over iets. Ja. En daar wordt op Twitter op gereageerd. Dat is voor mij is dat ook de reden geweest waarom ik ben gaan twitteren. Ja. Omdat er interessante discussies werden gevoerd op Twitter. Maar wat je nu vaak ziet is dat er... een ander soort kritiek wordt gegeven. Er wordt nu gezegd, er wordt een artikel geschreven, iemand is daar niet mee eens en die zegt dan fail! Of wat een stom artikel. Dit persoon is een fucking asshole. Dat soort, maar ook dat soort termen. Echt waar. Ja, ja, ja. Zeg maar mooie, genuanceerde, ja, opgebouwde meningen. En ja, dat, ja. Jezus, wat een lemers. En het... Jullie zijn dat! Maar dus het medium Twitter nodigt daar een beetje voor uit of zo. Omdat je zo kort, je moet kort en bondig formuleren. Ja. En fuck is natuurlijk duidelijker dan een lange... Oh shit. Oh jongens, achteraan sluiten. Ja. De wasstraat is verlengd met 10 minuten. Ja. Maar, dus dat is een... Ja, het is heel makkelijk om ongenuanceerd te zijn op, ja, Twitter. En je ziet dus wat je... daar is nu in mijn vakgebied in heel veel de laatste tijd nogal wat discussie over. Er zijn dus mensen die zeggen van, nou, ik publiceer wel niks meer. Ik hou wel op met delen. Oh, echt waar, joh? Ja. Ik vind het zelf, juist de ongenuanceerde dingen. Ik heb, of tenminste, ik probeer ook te praten met mensen op Twitter. Ja, niet echt een discussie te hebben. Want daar is het echt niet geschikt voor. Dus dan ga je met DM's ga je verder of iets dergelijks. Hè, direct messages. Maar ik vind het wel heel erg interessant als mensen zeggen van... Oké, ik heb hier zoveel passie voor. Dat ik ga energie steken in het reageren op wat ik heb gemaakt. Dus in die hoedanigheid vind ik het heel erg waardevol. Ah, nee, maar kritiek is juist heel erg waardevol. Ja. Maar goede kritiek is heel erg waardevol. Het kan ook... Kijk... Het kan dus ook destructief zijn. Dat is een beetje mijn punt. Ja, inderdaad. Maar wat ik dus vaak merk... is dat die eerste reactie... dat is echt zo'n onderbuikreactie. Ja. Maar als je daarna zegt van... oh, wauw, wat interessant dat je dat teruggeeft. Nou goed, ik bedoel, vloeken daar gelaten. Want dat is gewoon... Dat is geen feedback. Nee. of andermans karakter afkraken. Maar ik moet zeggen... ik heb me er zelf ook wel schuldig aan gemaakt. Hè? Ja, nee, ik zelf ook, maar... Wat een kut idee, dat zeg ik vaak genoeg. Ja, maar dan... Ik gebruik dat ook echt als opening voor een discussie. Of opening voor... waar heb je dat op gebaseerd? Of waarom vind je dit een slecht idee? Of, en goed, er zijn altijd trollen die gewoon hun gefrustreerde zieltje willen botvieren. Tuurlijk. Maar, ja, nee, wordt het... Ik merk dat mensen vaak ook verrast zijn dat er gereageerd wordt op hun mening. He, dus dat ze zeggen van, oh wauw, sorry, ik wilde niet zo bruut uit de hoek komen, maar... Ja, ja, door het een keer te zeggen. Ja, precies zo van, ja. Dus als je
een beetje de vermoorde onschuld uithangt. Zo van, oh wat leuk, dank voor uw opbouwende kritiek. Een autootje hier voor ons. Ja, die is... aan het zwabberen. Nou, zullen we even... Luxemburger, hij is weg. Hij is echt aan het zoeken. Sodemiet erop, man. Hij is aan het zoeken, denk ik. Dus ik denk dat we even een discussie met hem aan moeten gaan. Ja, ik denk dat hij zit telkens af te slaan, zodat hij niet in de weg zit, denk ik. Ja, he. Ik denk het ook. Goed zo. Maar toevallig rijdt hij precies daarheen waar ik ook heen wil. Ja. Paf Kees. Slechtste wending ooit. Maar het is een interessant punt. En het is ook, het is een kunst goede kritiek kunnen geven. Ja. Maar ook ermee om te kunnen gaan. Want er zijn een heleboel mensen die inderdaad ook... Ja, met, die, kijk, die in een artikel... omgaan met goede kritiek. Ja, nee, maar juist ook met slechte kritiek omgaan. Dat is ook echt een vak. En ja. Zeker als je je hele ziel en zaligheid legt in jouw product. Ja, maar ja, als je, stel, dan kan het ik heel heb, persoonlijk worden. Ja, als ik een artikel heb geschreven, heb ik gewoon... 3 dagen aan gewerkt. Ja. Dat is best veel werk namelijk ook. Hè? Maar het lezen van het artikel, dat duurt 3 minuten. Ja. Dus dan ben je zo doorheen. En als je dan zegt van, wat een kut artikel. Ja. En ik heb er net aan gewerkt en ik ben er trots op. Nou, dat... Dat doet pijn. Ja, nou, ik heb het zelf gelukkig nog nooit gehad. Artikelen worden niet... Nee, ik zie... Of niemand vindt het de moeite waard om erop te reageren. Dat kan natuurlijk ook. Oh. Nee, dat geeft niet. Nou, of ze zijn het ermee eens. Ja, dat kan ook. Dat is natuurlijk het meest waarschijnlijke. Maar ik heb het inderdaad ook wel gezien dat mensen zeggen van... dat ze reageren en dat het inhoudelijk ook niet klopt. Dus ja, er was er laatst iemand die zei over Andy Clark. Dat is een... Ja, het is een designer die regelmatig dingen publiceert en die ook regelmatig met bouwde beweringen komt. Hè. Ja. Die schuwt het grote gebaar niet. Ja. En die schreef als jouw website, een paar maanden geleden had hij dat geschreven. Ja. Als je website niet responsive is, dan is het geen website. Oh. Zoiets. En daar reageerde nu iemand via Twitter op van Andy Clark is a dick. Dus gewoon omdat hij dat heeft geschreven, Andy Clark is een klootzak. Maar zei hij dat erbij, zo van reagerende op dat artikel? Ja, of? Hij linkte dus naar dat stukje tekst. Ja. En dan schreef hij bij Andy Clark is a dick. Jezus. Ja, dat is gewoon... En daar kan je helemaal niks mee. Dat nee. Is zo van, ja. En daarna, dus Andy Clark reageerde erop van hoe bedoel je, ik ben een dik. Ja. Wat is het voor bot opmerking? Uh-huh. En toen zei hij van, die gozer blijft ook nog voorhouden. Als je het op deze manier zegt, dan ben je een dik. Klaar. Ja, precies, ja. Ja. Nou ja, goed. Goed. Vorm opbouw. Ja. Alright, dat was hem. De eerste voor 2012. Doei. Doei.